In deze video ga ik 6 manieren met je delen om uit de comfortzone te komen. En ik ga ook met je delen waarom het zo belangrijk is om uit de comfortzone te komen. Nou, je kijkt al even, als het goed is, naar deze video's, dus je weet het hele verhaal. Ik voormalig topsporter ben, psycholoog, etcetera. Dus we duiken meteen de video in. Nou, allereerst is het belangrijk om te beseffen dat er 3 verschillende zones zijn. Je hebt de comfortzone. Daarin zijn dingen zoals je gewend bent dat ze zijn. Het voelt comfortabel, zoals dat je elke dag om dezelfde tijd bijvoorbeeld opstaat. Of dat je dat niet doet en elke dag 1 keer of 3 gaat snoezen. Dat is jouw comfortzone. Dan heb je je stretchzone. Dus dat is een stapje buiten jouw comfortzone. Dus als jij normaal gesproken niet sport, dan is 1 keer in de week sporten is buiten jouw comfortzone. En dus in de stretchzone. En als laatste heb je ook nog de paniekzone. Dat is zo ver buiten jouw comfortzone dat eigenlijk alle alarmbellen afgaan van jouw reptiele brein. Jouw reptiele brein is erop gemaakt om jou veilig te houden. Dus die gaat vechten, vluchten of bevriezen om jou terug in die comfortzone te krijgen. En hoe verder jij uit die comfortzone gaat en hoe meer jij neigt naar die paniekzone, hoe groter de kans dat jij dus terugvalt in die oude patronen. Dus die paniekzone, dan doe je dingen als uit een vliegtuig springen of van een klif afspringen. En mensen denken vaak met uit de comfortzone komen dat je dat soort type dingen moet doen. En dat geeft een enorme kick van adrenaline en misschien een boost aan zelfvertrouwen. Maar de dag erna word je wakker en dan is er letterlijk niks anders. Dus daarom raad ik mensen eerder aan om naar die stretchzone te gaan in plaats van de paniekzone. Dus in deze video ga ik 6 manieren met je delen hoe jij in die stretchzone kan komen. En hoe je eigenlijk veranderingen kan aanbrengen in jouw dagelijkse patronen die niet heel erg veel impact hebben op het resultaat. En dan denk je misschien, ja, maar waarom ga ik dat dan doen? Nou, dat is om comfortabel te worden met het oncomfortabele. Dus dat je gaat wennen aan dat gevoel van, hé, er is eigenlijk iets anders. Normaal gesproken doe ik A en nu doe ik ineens B. Maar de mussen vallen niet van de daken. Ik kan dat heel goed handelen. Dus als je dan een stap verder uit die comfortzone gaat zetten, dan ken je dat gevoel. Dus vind jij bijvoorbeeld spannend om te spreken voor groepen, dan is het en spannend om te spreken voor de groep en het is spannend omdat je je oncomfortabel voelt. Maar als je al comfortabel bent met dat oncomfortabele gevoel, ga je gemakkelijker dat soort stappen ondernemen. Nou, wat zijn dan die 6 dingen die je kan doen? Dat ga ik met je delen in deze video. Wat je kan doen is een andere route nemen naar je werk of naar je school of naar je studie. Vaak zitten we zo in vastgeroeste patronen dat we dezelfde dingen doen, zoals dezelfde route nemen van A naar B. Dus ik heb mijn routines in hoe ik bijvoorbeeld naar de sportschool ga, hoe ik boodschappen doe, hoe ik naar het hotel ga waar ik meestal met mijn klanten afspreek. En op het moment dat ik zou kiezen om hierin uit de comfortzone te gaan, dan neem ik een andere route. En daarmee doe ik dus dingen niet meer op de automatische piloot, maar zet ik mijn brein aan en denk ik, wow, de omgeving is net even anders. En ben ik dus iets bewuster in hoe ik door mijn dagen ga. De tweede manier om uit de comfortzone te komen is dingen met je andere hand doen. Dus vaak zijn we, ik ben linkshandig, maar de meeste mensen zijn rechtshandig en borstelen ze met hun rechterhand hun haar. Poetsen ze hun tanden met hun rechterhand, snijden ze met hun rechterhand, schrijven ze met hun rechterhand. Ga eens proberen om iets met de andere hand te doen. Dus als je normaal gesproken met je rechterhand je haren borstelt, ga eens proberen hoe het is om met je linkerhand je haren te borstelen. Nu zou ik je afraden om met de verkeerde hand je tanden te gaan poetsen. En waarom? Je wil ook dat het functioneel is. Dus je wil ook dat je je tanden goed poetst of dat je je woorden goed opschrijft. Dus als je denkt van, nou, ik ga eens met mijn andere hand schrijven, doe dat dan voor de grap met een stukje tekst. En doe dat met name om te voelen hoe dat is om je oncomfortabel te voelen. Het volgende is een aanpassing brengen in de manier hoe je eet. Sommige mensen die eten elke dag hetzelfde. En ik ben daar ook groot fan van, omdat je daar een bepaalde routines hebt. En andere mensen eten weer juist elke maaltijd anders. Dus ga dat eens voor jezelf omgooien. Ben jij iemand zoals ik die elke dag hetzelfde ontbijt eet? Varieer daar eens in. Of ben je juist iemand die elke dag wat anders eet? Ga eens ervaren hoe het is om elke ochtend hetzelfde ontbijt te eten. En word eens comfortabel met dat oncomfortabele gevoel. Nou, de volgende manier, de vierde, en deze is met name denk ik voor de vrouwen, is om aanpassingen aan te brengen in je manier van kleden of van doen. Ik heb bijvoorbeeld samengewerkt met een ondernemer en zij droeg altijd make-up. En haar manier om uit de comfortzone te komen was om 1 dag geen make-up te dragen. Of een andere dame met wie ik samen heb gewerkt, die vond het heel spannend om een bepaald topje aan te trekken. Want die was wat bloter, die was wat kleuriger dan ze normaal gesproken zou dragen. En voor haar was dat een manier om uit de comfortzone te komen. En voor mij droeg ik heel lang wat donkerdere kleuren. En om uit de comfortzone te komen ben ik meer kleur juist gaan dragen of juist wit. Dus kijk of je hier ook in kan variëren in wat voor type kleding je draagt. Of je misschien wat meer of wat minder sieraden gaat dragen. Nou, zoals je ziet, ik draag meestal
meestal mijn aura ring. Als ik uit de comfortzone wil komen, doe ik die ook wel eens een dagje af. Om eens te voelen van, hé, ik draag nu geen ring. Dat ga je direct merken. Dus kijk eens naar dat soort type acties voor jezelf. Nummer 5 is om jouw locatie te veranderen. En dan bedoel ik niet om ergens anders te gaan wonen, om te gaan verhuizen. Maar vaak hebben we ook routines in de plek waarop we zitten op de bank. Of de plek waarop we zitten aan tafel of aan je kantoor op het moment dat je op kantoor werkt of thuis. Of de plek waarop je slaapt samen met je partner of met jezelf. Dus ga eens kijken of je hier wat variatie in aan kan brengen. Dus als je normaal gesproken bijvoorbeeld links aan tafel zit, ga dan eens rechts zitten. Of als je aan de linkerkant van het bed slaapt, ga dan eens aan de rechterkant van het bed slapen. Of draai je hoofdkussens om. En ga hiermee spelen om eens te ervaren hoe dat is. En dat je ook bijvoorbeeld 's nachts wakker wordt zoals ik om dan naar het toilet te gaan. En dat je dan opmerkt van, hey, ik slaap op een andere plek. En ga eens voelen hoe dat is. De volgende manier om uit de comfortzone te komen is spelen met temperatuur. En dan met name onder de douche. Dus de meeste mensen vertellen zichzelf het verhaal dat ze niet tegen kou kunnen, dat dat super oncomfortabel is. Dus op het moment dat je uit de comfortzone wil komen, ga eens proberen hoe het is om kouder te douchen. Dus ik zeg bewust kouder en niet koud. Je hoeft niet van 0 naar 100 te gaan binnen 3 seconden en in één keer die kraan op koud te draaien. Het kan al een manier zijn om bijvoorbeeld 10 graden kouder te douchen. Kijk, ik ben meer een persoon die al ingaat. Dus ik vind het fijn om dan in één keer de koude kraan aan te draaien, eronder te gaan, het te laten gebeuren, even in die paniek te schieten en dan weer tot rust te komen. En dat is voor mij makkelijker dan het in kleine stappen te doen. Maar voor andere mensen zijn die kleine stappen juist weer makkelijker. Dus wil je uit die comfortzone komen, dan is mijn 6e tip om kouder te gaan douchen. Nou, ik heb nog een hele blog geschreven met 36 manieren om uit de comfortzone te komen. Dus als je het interessant vindt om hier meer over te weten, klik even op het linkje hier beneden. En laat me ook in een comment weten hoe jij uit de comfortzone gaat komen komende week. En ik zie je weer bij een volgende video.